Goedemorgen iedereen. Je zou hier op mijn plek moeten staan en ongelooflijk, wat een zicht. Een plein vol enthousiaste Vlaams belangers. We zijn vandaag met niet minder dan 9000 mensen die naar Plopsa komen. Zeg nu nog, wie is de Vlaamse Volkspartij van Vlaanderen? Dat zijn wij, dat is Vlaams Belang. Geniet van jullie dag en tot straks. Bye bye. Derde keer goede keer, hè? Nee. Rieke, u bent een beetje nat. Ja, dat gebeurt best. Maar wel goed weer, ik kan opdrogen. Dat onze partij, ondanks jaren van demonisering, isolering en koeienering, nog steeds zo beginselvast en principieel is, daar word ik emotioneel van. Dat wij als Vlaams Belangers nooit geplooid hebben en vooral ook nooit opgegeven hebben. Dat wij Vlaams Belangers nooit angst hebben gekend om alleen te staan in het politieke debat als dat betekende aan de kant te staan van ons volk. Dat wij Vlaams Belangers geen schrik hebben gehad om alleen te staan als dat betekende het juiste en het goede te doen. Wij zetten meer dan ooit de toon. Wij zetten de bakens uit. Wij lopen voorop. Zij volgen omdat er meer dan ooit nood is aan een partij die kant van de gewone Vlaming stond, omdat er meer dan ooit een partij is die aan de kant van de gewone Vlaming staat en omdat er meer dan ooit nood is aan een partij die altijd aan de kant van de gewone Vlaming zal staan, omdat er meer dan ooit nood is aan een partij die aan de kant van de gewone Vlaming staat, niet alleen op 1 mei, maar op alle 365 dagen van het jaar. U kent die partij, dat is de mooiste partij van het land, dat is onze partij, dat is het Vlaams Belang. Beste vrienden, het is voor vriend en vijand duidelijk. Onze partij, het Vlaams Belang, staat centraal in het politieke debat. Alle andere partijen kunnen alleen nog maar relevant zijn door zich af te zetten tegen ons. En laat het maar eens gezegd zijn, dat is een goede zaak. Dat maakt de keuze voor de kiezer zeer duidelijk en zeer helder. Het is zij of het is wij. Meer van hetzelfde of echte verandering. Ik kies alvast en vele Vlamingen met mij voor dat laatste. Wij kiezen voor een Vlaanderen weer van ons. En dat is een Vlaanderen waar onze mensen weer op de eerste plaats staan. Ik dank u.